Hoi, ik ben Dylan en welkom bij alweer de 9e aflevering van Slimmer Huis. Nou, vandaag gaan we naar een sexy en slimme variant kijken van een oud product dat we al kennen. En dan heb ik het niet over mezelf, maar ik heb het over de Nest Protect V2. Een slimme rook- en koolmonoxide-melder. Normale rookmelders geven eigenlijk alleen maar een geluidssignaal of zo'n heel irritant piepje, maar de Nest Protect doet dat een stuk slimmer. Door een combinatie van gesproken meldingen, een melding op je smartphone en op je tablet, en een lettering met verschillende kleuren, weet je altijd precies wat er aan de hand is, zelfs wanneer je van huis bent. En met gesproken meldingen bedoel ik ook echt gesproken, want de Nest Protect kan tegen je praten. Let op, de stroom is uitgevallen. In de woonkamer. Klaar, in de woonkamer. Druk op de knop om de test te starten. Uiteraard krijg je een heel luid en duidelijk alarm als er een melding is. Maar het fijne van de Nest Protect is dat je ook een melding krijgt voordat het een noodsituatie is, zodat je er eventueel nog wat aan kan doen. En daarnaast krijg je ook een melding als het alarm is afgelopen, bijvoorbeeld de rook is weg. En dat zorgt natuurlijk ook voor een stukje gemoedsrust. Daarnaast heb je het voordeel van communicatie met andere apparaten. Heb je bijvoorbeeld een Nest Cam of een Nest Thermostaat, dan kan je bij een melding ervoor zorgen dat de camera automatisch gaat opnemen. Of bij een koolstofmonoxide alarm ervoor zorgen dat de thermostaat automatisch de ketel uitzet voor extra veiligheid. Daarnaast kan je met de koppeling met Hue ervoor zorgen dat alle lampen heel fel gaan knipperen, zodat je een extra visuele waarschuwing hebt. Of je kan ervoor zorgen dat ze allemaal heel fel aangaan, zodat je niet in het donker komt te zitten bij een melding. Daarnaast kan je hem ook een locatie geven en dat zorgt ervoor dat hij bij een gesproken melding of een melding in een applicatie ook de locatie doorgeeft van waar er iets aan de hand is, zodat hij bijvoorbeeld gewoon zegt dat er rook is in de keuken. Oh shit. Let op, er is rook. Het geluid van het rookalarm is uitgezet in de woonkamer. Heb je er nou meerdere, dan is het nog handiger, want dan laten ze allemaal weten wat er waar aan de hand is, zodat je bijvoorbeeld ook in de woonkamer de melding krijgt dat er rook is op zolder. Een hele handige toevoeging is de lettering, die met 6 verschillende kleuren laat zien wat er aan de hand is, zoals rood voor een alarmmelding of geel als er iets met het apparaat is of als de batterij leeg is. Nou, wat ik zelf heel vet vind, is een soort van nachtlampje die ervoor zorgt dat als je 's nachts de koelkast gaat plunderen, hij automatisch een wit ledlicht laat zien als je er onderdoor loopt door middel van de aanwezigheidssensor, zodat je niet het licht aan hoeft te doen en dat ziet er ook nog eens heel sexy uit. Nou, wat heb je er allemaal voor nodig om mee aan de slag te gaan? Dat is niet zo heel veel, eigenlijk alleen de Nest Protect, een smartphone of tablet om hem in te stellen en de meldingen te ontvangen en uiteraard een wifi-verbinding. Nou, daarnaast heb je een bedraden en een draadloze variant, zodat je hem heel eenvoudig in elk huis kan plaatsen. Je zou hem zelfs zonder smartphone kunnen gebruiken en dan wordt het een gewone rookmelder die overigens wel tegen je praat. Maar dan mis je wel een hoop van de slimme functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld het buitenhuis in de gaten houden wat er in je huis aan de hand is. Daarnaast kan je hem ook niet bedienen via de applicatie dan uiteraard. En dat zorgt ervoor dat als er een melding is, je wel elke keer op een stoel of een ladder moet klimmen om te kunnen bedienen. Nou, qua installatie is het ook heel eenvoudig, want je vermint hem met het lichtnet. Je hebt ook een draadloze versie met batterijen, dan hoeft het uiteraard niet. Je doet het plaatje op het plafond, je draait hem vast en je kan hem in principe gelijk gebruiken als normale rook- en koolmonoxide-melder. Nou, voor de slimme functies moet je hem wel verbinden met wifi en de applicatie, maar zoals we gewend zijn van Nest-producten gaat het echt heel eenvoudig. Nou, met de Nest Protect is mijn huis in ieder geval weer een stukje slimmer en veiliger. Wil je nou nog producten zien? Zet ze in de comments, probeer ik ze in een volgende aflevering op te pakken. Vergeet niet te liken en subscriben zodat je niks mist. Voor nu, bedankt voor het kijken en ik hoop je de volgende keer weer te zien. Doei!